Ja, vrienden, ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Nee, dat verhaal van die plastic chirurg uit Utrecht over die jongen van 11 jaar. Hand kwijt, hup, hup eraf. Oog kwijt, 11 jaar oud. Gewoon door vuurwerk. Ja, en dat blijft dan een hele dag bij me, dat beeld van zo'n jongetje van 11. Hele leven verpest door vuurwerk. En ook een jongetje in Hengelo, 14 jaar, oog kwijt. Vader, ja, ik moest zo nodig illegaal vuurwerk kopen. En die man zegt nu, ja, had ik het maar niet gedaan. Ja, het is het niet waard. Nee, natuurlijk is het er niet waard. Nee. En ook al die mensen met oogletsel in Rotterdam. En het gaat maar door. Heel veel gewonden. Gewoon door vuurwerk, vrienden. En dat komt ook... Kijk, in Nederland is het nou één keer zo. Kom in Nederland, kom niet aan zijn vakantie. Weet je wel, je mag wel aan zijn vrouw komen, maar kom niet aan zijn vakantie. En kom ook niet aan zijn traditie van het vuurwerk met oud en nieuw. Ja, dan gebeuren er verschrikkelijke dingen als je daar aankomt. En daar zit het punt nou voor de politiek. Want eigenlijk is de politiek gewoon de schuldige van dit hele verhaal. Ja, want die kijken maar weg. En die doen niks. Zijn onduidelijk. En zijn ook nog een keertje laf, vrienden, ja. Politici zijn gewoon laf. Want die durven niks te doen. Want oh, zo bang voor de achterban. Ja, oh jee, stel je voor dat we zeteltjes zouden verliezen. Ja, dus die doen niks. Nee, ja, die zeggen dan van, ja, je mag wel vuurwerk kopen, maar in bepaalde steden mag je het dan weer niet afsteken. Ja, maar wat is dat nou voor beleid, vrienden? Dat is in dit gebied, dan mag je niet naar de hoeren en tegelijkertijd open je een bordeel. Ja, dat is dat beleid. En dan ben je verbaasd dat er toch heel veel weer toch naar de hoeren gaan. Haha, vrienden. Dat is nou Den Haag, de voeten uit. Ja, gewoon, ze doen er niks aan. Gewoon bang om zieltjes te verliezen. En daarom blijft alles maar in stand. En gebeuren nog elk jaar dit soort ongelukken. Ja, wat moeten we nou? Ik wil alleen maar zeggen tegen al die voorstanders van het vuurwerk. Denk erover na dat het jouw kind zal zijn. Jouw zoon, jouw dochter. Zonder hand, zonder oog. Daar moet je aan denken. Dat jou ook gewoon kan gebeuren. En kijk dan of je nog steeds een voorstander bent.